Hoi, ik wil je iets vertellen over de Eurotrail muggenlamp. Het is een muggenlamp met een functie om, muggenkiller is het eigenlijk. Er zit een spiraal in waar de muggen tegenaan vliegen en die dan doodgaan. En ik heb gewoon nog een lampfunctie, dus je kan hem ook nog ophangen en je kan nog een boek erbij lezen. Ik ga het je laten zien. Uiteraard is hij oplaadbaar, heel belangrijk. Er zit een soort gebruiksaanwijs erbij, in alle talen, dus wat je wel en wat je niet moet doen. En ook een aantal tips zitten erbij. Dus lees deze even goed door voordat je hem gaat gebruiken. Ik heb het al gedaan. De lamp zit erin. Oplaadkabel zit erin. En een heel klein borsteltje zit erin. De lamp, hoe werkt die? Aan de onderzijde heb je twee tiptoetsen. Je hebt eentje met een soort druppeltje en je hebt eentje met een mug. Nou, die druppel, dat mogen duidelijk zijn, dat is de lamp. Hij zit altijd al een beetje stroom in als hij uit de fabriek komt. Dus het is wel goed voordat je hem gaat, op vakantie gaat, dat je hem even goed oplaat. Dus de druppel is de lamp. Dan kan ik uitzetten, dan kan ik de mug aanpakken. En dan zie je dat de spiraal aan de binnenzijde verkleurt. Het violet licht. En dat violet licht, dat trekt juist de muggen aan. Het raster wat erin zit, daar staat wat stroom op. Dat komt van die batterijtjes af. Het is heel klein, het is heel licht stroom. Maar het is genoeg om een mug die er tegenaan vliegt te doden. Dus je hangt hem op en het lampje trekt de mug aan. Of het licht, het violet licht, trekt de mug aan. Dus naast de functie, je kan natuurlijk ook allebei kun je ze aandoen. Zo. Dat je kunt kijken en dat de muggen bij je lamp komen en daar naartoe vliegen. En uiteindelijk tegen het git aanvliegen. De lamp kan neergezet worden. Maar de lamp kan ook opgehangen worden. En daar is een speciale haak voor. Aan de onderzijde. En dan kan je hem aan de tentlus ophangen. Hij is ook geschikt voor tentjes, voor bijzettentjes, voor kleine ruimtes. Je moet je voorstellen dat deze natuurlijk niet over 20 meter, 30 meter afstand werkt, want dat is het licht niet krachtig genoeg voor. Maar voor een klein bijzettentje werkt het perfect. Hij is oplaadbaar zoals gezegd. Ik zal hem even laten zien hoe dat werkt. Er zit een kabeltje bij. Deze gaat dan in de willekeurige plug, USB-plug. En dan zie je eigenlijk aan de binnenkant hier, zie je een rood lampje oplichten. En dat geeft eigenlijk aan dat hij aan het opladen is. Dat duurt een aantal uren voordat hij opgeladen is en dan kun je hem weer 100% gebruiken. Het borsteltje zit erbij. Als je een keer na een avond, en er zitten veel muggen zitten op het rooster, op het grit zeg maar, wat erin zit, kan je met het borsteltje kan je hem schoonvegen. En dan kan je zeg maar, de mugjes kan je eruit wegvegen, dat hij een beetje schoon blijft. Gebruik nooit water, gebruik nooit andere zaken, helemaal niet nodig. Maar dat staat allemaal in de gebruiksaanwijzing, wat je wel en wat je niet moet doen. De muggenlamp, overal inzetbaar, geschikt voor wat kleinere tentjes, maar een zeer multifunctioneel apparaat.